Stormkloor. Vlog! Nou heb ik dus sinds kort een drone. Een Bebop versie 1 met een skycontroller. AR Pro 3 gebruik ik daarvoor. En ga je testen, hè? En natuurlijk die eerste dag dat je gaat testen, beschadig ik het belangrijkste van heel die drone voor mij. Kijk, hier heb je hem. De boosdoener. Wacht. Even mijn lens een beetje schoonmaken. Ja, je kan het wel goed zien. Zie je die puntjes zitten op de lens? Dat zorgt dus voor die wazige vlekken. Verdorie. Daar baal ik echt van. Maar nou zijn in principe alle opnames die ik doe nutteloos. Daar heb ik helemaal niks aan. Ik kan toch geen beelden maken met een vlek erin? Maar gelukkig. Mijn maatje waar ik deze van gekocht heb, die had ook al een keer een ongelukje gehad tijdens wat vliegkunsten. En die heeft ook een beschadigde lens, maar die beschadiging zit aan de bovenkant. Misschien dat ik daar nog mee uit de voeten kan. Want ja, hij moet toch voornamelijk omlaag. Misschien dat ik dan geen last heb van die vlekjes. Dat gaan we dan proberen. De volgende keer als die komt dan verders. Mis ik hier nog een voetje. Die is er... Hij hoort er wel te zitten, dus daar moet ik nog even iets op zien te verzinnen. En verder heeft hij ook nog een kuur. En dat is allemaal na die val dat die lens ook beschadigd is geraakt. Motor nummer 4. En dat is deze. Het kabeltje loopt hier helemaal zo op het een naar binnen toe. En dan zit hier door middel van een heel klein mini connectortje vast aan een printplaatje. En die kabeltjes die... Maar als die maar vliegt, dan vliegt hij wel. Hij valt niet uit de lucht of zo. Leuke hobby. Leuke hobby. Ik heb nog een droom. Deze is nog van de Action. Mijn hele tijd de oplaadkabel kwijtgeraakt. Ik heb hier een beetje alles geordend en opgeruimd. En toen kwam ik dat kabeltje weer tegen. Het lag gewoon naast mijn bureau. Dus ik heb hem weer eventjes opgeladen. Gaan we eens even kijken wat hij doet. Oh, dat is weer even wennen, hè. Jeetje. Ik ben echt gewend om nog met... Dit is zonder GPS. Oh, verschrikkelijk. Hij doet het heel, heel langzaam, maar dat kan ik instellen. Je geeft continu vol gas, maar als je dan ziet hoe dat hij op en neer gaat. Oh, verschrikkelijk. Dan staat hij op zijn snelste stand. Dat wel, we zien ook. Hij zegt wel dat zijn batterijen bijna leeg zijn. Dat ding heeft misschien wel een jaar stilgestaan. Ik vind het knap dat hij doet. Serieus. Halleluja. Zo naar buiten zien.
kom. Kom nou, jongen. Je kan het. Je kan het. Kom op, kom op, kom op. Ik ga proberen om weer op te landen, als ik niet te laat ben. Goed genoeg! Ja, blijft leuk, hè. Nou, kan deze ook. Je kunt het je haast niet voorstellen. Even kijken of het ik kan laten zien. Er zit gewoon een cameraatje op. Het is niet normaal. Hoe krijgen ze het gemaakt? Ik ben vergeten op te nemen. Had ook geen zin. Want er zit geen geheugenkaartje in. Die kan er ook nog in.